Yo, kijkers van DoeMaGamen! Super awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island. Hier op mijn gamekanaal, Doe maar Gamen. Mijn naam is Job en ik heb er zoals gewoonlijk weer enorm veel zin in om deze nieuwe video van jullie te gaan opnemen. En hopelijk hebben jullie er dan weer heel erg veel zin in om deze nieuwe video van mij te gaan kijken. Als allereerst ga ik even lekker genieten van wat KFC. Want ik zie namelijk dat mijn Hunger Bar drastisch snel naar beneden is gegaan. En in deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island. Island, wil ik gewoon weer lekker verder gaan waar we hebben de vorige aflevering waren gebleven. En dat was schijnbaar daar. En ik wil gelijk even kijken waar wij nou ongeveer de vorige aflevering mee bezig waren. Ik kan het me namelijk nog wel lichtelijk herinneren. Ik kom letterlijk net terug van school. Ik ga gelijk lekker knallen met de nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island. Want daar heb ik namelijk persoonlijk enorm veel zin in. En ik ga gelijk even kijken, want ik geloof dat we namelijk de vorige aflevering bezig waren. Oh ja, tuurlijk. We waren bezig met uh, de tweede bomen. Voor de mensen die zich afvragen... Job, maar we hebben de aflevering waarbij je de eerste boomhut bouwde helemaal niet gezien. Dat kan kloppen, want de aflevering waarin ik die boomhut heb gebouwd... die is namelijk mislukt. Ik had namelijk schijnbaar mijn microfoon niet aanstaan. Klein beetje dom van me. Maar ja, weet je, van je fouten leer je weer. Dus in principe vind ik het niet heel erg. En daarnaast is het ook nog eens zo dat het min of meer een beetje een testboomhut was... om even te kijken uh, ja, wat eigenlijk min of meer de beste manier was om die boomhut te bouwen. Dus uh, ik vind het eigenlijk ook wel weer fijn dat ik nu gelijk lekker verder kan gaan met de tweede boomhut. En de mensen die de vorige aflevering... Van Survival Island hebben gezien, die zullen zeer waarschijnlijk wel weten wat voor soort boomhut dat gaat worden. Want het is namelijk de bedoeling dat de tweede boomhut, oftewel de boomhut waar ik de vorige aflevering mee ben begonnen, uh, dat het een soort van hotelboomhut gaat worden. En zoals jullie al kunnen horen aan de naam, een hotelboomhut. Het wordt dus een boomhut wat in de vorm is van een hotel. Of ja, in de vorm van, het hotel, van een hotel, dat hoeft niet per se. Ik bedoel, ik maak gewoon de vorm die ik het mooist vind, wat meestal een vierkant is. Sst. Maar wat ik eigenlijk gewoon bedoel te zeggen is dat het gewoon een hotel moet worden. Dus er moeten gewoon heel erg veel kamers inkomen. Uh, er moeten heel erg veel bedden inkomen. En uh, nou, voor de mensen die het hele concept niet begrijpen. Ik ben eigenlijk bezig met het bouwen of oprichten van een soort van boomhutten-dorp. En het is dus ook de bedoeling dat eigenlijk uh, ja, elke. Functionaliteit, eigenlijk wel weer zijn eigen boomhut krijgt. En met functionaliteit bedoel ik dus niet hout hakken, scheppen, minen, maar dan bedoel ik min of meer gewoon. Een dorp bevat meestal wel een bakker, een slager, in dit geval een hotelletje, voor mensen die het niet fijn vinden om in hun eigen huis te slapen of iets dergelijks. Het is gewoon de bedoeling dat wij een leuk groot uh, dorp oprichten door middel van boomhutten. En uh, zoals jullie daar kunnen zien, elke boomhut die is aan elkaar verbonden door middel van uh, trappen, door middel van bruggen, het is net hoe je het wilt noemen. En dat gaan we hier dus ook toepassen. En Dat is ook een beetje de reden waarom ik de. Aflevering al een klein beetje ben begonnen met het bouwen van die brug. En uh, deze aflevering gaan we de brug dus niet verder bouwen. Want voordat ik de brug echt verder ga bouwen, wil ik namelijk eerst dit even helemaal af hebben. Maar deze aflevering gaan we dus gewoon lekker verder met de hotel Boomhut, om het even zo te zeggen. En uh, ik hoop dat dat een beetje gaat lukken. Maar in ieder geval, jongens, en meisjes, als jullie deze video nou nu al leuk vinden, dan kunnen jullie hem uiteraard even een blauw duimpje omhoog geven. Dat moet je natuurlijk alleen doen als je de video ook daadwerkelijk leuk vindt. En niet alleen omdat ik het zeg. Ook al zou je mij er natuurlijk wel een plezier mee doen om deze video een blauw duimpje omhoog. Een te geven. Maar in ieder geval. Ik ga even kijken hoe ver we het nog moeten uitbreiden. Voordat het ongeveer een klein beetje symmetrisch is. En misschien klinkt het raar Job van Doem maar Game het woord symmetrisch uitspreekt in zijn Minecraft serie. Maar ik meen het, jongens en meisjes. Ik probeer deze boom het zo symmetrisch mogelijk eruit te laten komen. En uh, we zullen vanzelf wel gaan ondervinden of mij dat gaat lukken. Ik zou wel even tellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blokjes van links geteld. En dan hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cool, dus tot nu toe is. Is eigenlijk vrijwel symmetrisch. Uh, voor de mensen die zich afvragen. Job, waarom zit hier nou weer een gat? Omdat je anders niet naar boven kan klimmen. Wat eigenlijk ook niet echt nodig is. Alleen, ik moest toch een keer boven komen. Ik bedoel, ik kon het niet al vanaf het begin af aan met een enderpearl doen. Eigenlijk kon dat wel, maar dat heb ik schijnbaar niet gedaan. Uh, nu zit ik eraan te denken. Of ik dit wil dichtmaken. Zodat je letterlijk afhankelijk bent van die boomhut en die brug. Of dat ik dit ook gewoon openlaat. Zodat je eigenlijk vrijwel ook gewoon. Via de onderkant van de boomhut zelf naar boven kan klimmen. Ik vind eigenlijk wel leuker leuke. Dat, als, dat, dat die boomhut die jullie daar zien. Uh, dat dat als het ware een soort van entrance is. Oftewel een soort van de ingang boomhut. En dat je via die boomhut eigenlijk door kan. Naar in dit geval het hotel. En via het hotel. Dat je dan door kan naar bijvoorbeeld. Uh, nou ja, zeg eens iets. Laten we zeggen de slager. En we kunnen natuurlijk altijd gewoon een paar kisten met. En de pearls neerzetten bij elke bomen. Zodat je jezelf gewoon makkelijk kan teleporteren. In plaats van dat je elke keer die bruggen moet gebruiken. Wat er eigenlijk gewoon bij hoort. Dus in principe is dat ook niet echt een heel erg groot probleem. Uh, ik vraag me daarentegen wel af. Oké, okay, ik heb nog drie jungle saplings. Daar ben ik wel blij mee. Want het is namelijk wel de bedoeling dat wij deze aflevering ook de kamers al een beetje gaan maken. Uh, want ik ben persoonlijk iemand die het fijner vindt om eerst zeg maar, het huis als het ware een beetje op te delen. Voordat ik daadwerkelijk de muren ga bouwen. Want als ik namelijk de muren ga bouwen, kan ik zeg maar niet de kamers groter maken. Tenzij ik dan de muren weer helemaal af. Maar dat is weer heel erg veel gedoe. Dus daarom leek het mij een vrij handig idee. Als ik gewoon eerst ervoor zorg dat uh, ik de kamers maak. En stel voor, ik denk van, nou, ik het zou nog wel fijn zijn om nog even drie kamers erbij te hebben. Of laten we zeggen, vier kamers. Dat is namelijk een, een deelbaar getal. Uh, drie ook natuurlijk, maar ik bedoel, een deelbaar getal. Als je kijkt naar hele getallen. Dan uh, is het altijd handig dat ik dat gewoon kan doen. Zonder dat ik afhankelijk ben van het slopen van al die muren. Want ik ben best wel goed in het slopen van dingen hoor. Voor de mensen die dat niet geloven, check even de video die gisteren om half vier is geüpload. Er is namelijk gisteren een mod showcase geüpload. Waarin ik een hele Minecraft wereld aan het opblazen was met TNT. Veel leuke reacties heb ik erop gekregen. Super alles awesome om te zien. En ik ben van plan daar ook wel een vervolg op te gaan maken. Ik heb namelijk gezien dat jullie die video pittig vet vonden. Dat vind ik natuurlijk ook hartstikke leuk. Omdat die makkelijk zat. Uh, maar ik plaats het even hier. En ik ga er heel even voor zorgen dat ik deze even kan gaan afbreken. Want het is namelijk wel de bedoeling dat wij even wat meer junglehout gaan krijgen. Want anders zitten we namelijk met het probleem dat we zometeen... de kamers niet kunnen maken. In verband met te weinig junglehout. En dat uh, willen wij natuurlijk ook niet. Plaats. Kan ik het niet gewoon zo doen, by the way? Dat vraag ik me. Oh, ik heb er alweer drie gekregen. Kan ik niet even een vierde krijgen? Ja, oh, wat? Ik, ik, ik sloop letterlijk één en ik heb alweer de vierde. Nou, dat is heel mooi meegenomen. Want wat ik dan namelijk doe, is dan pak ik even een pearl erbij. Daar heb ik er namelijk nog negen van. De vorige aflevering heb ik wel aardig wat kapot gemaakt. Maar laten we het maar gewoon houden dat dat een beetje hoort bij de manier van spelen die ik heb eigenlijk. Uh, dit gaat sowieso niet goed. Deze gaat misschien wel goed. Ik denk dat deze wel goed gaat. Ja, een soort van. Als het goed is, kan ik mezelf ook... Nou, weet je, ik ga niet al te veel moeite doen. Ik kan nu misschien toch maar beter gewoon via deze kant naar boven komen. Voordat ik het zo meteen weer voor mezelf een beetje verpest. Als ik nou gewoon zo doe. Zo. Klein beetje veel enderpearls eraan moeten verspillen. Maar ja, weet je, we hebben toch een endportal op ons eilandje staan. Voor de mensen die zich afvragen: Jopp, hoe kom jij nou weer aan een endportal op jouw eilandje? Check even de uh, aangegeven annotatie, genaamd Afspreys in beeld. Dan kun je namelijk alle afleveringen nog even terugkijken. Dat zijn er inmiddels alweer 293 of 393, sorry, moet je nagaan. Ik verspak me gewoon even, omdat het best wel onrealistisch is dat ik al zo lang bezig ben in deze wereld. Maar tot de dag van vandaag vind ik het nog steeds echt een hele leuke serie om te doen. En jullie support helpt me daar natuurlijk ook enorm bij. Dus een uh, dikke shout-out naar alle DMG's. Die mij volgen op YouTube en die uh, Survival Island dagelijks om half acht bekijken. Of ja, het maakt natuurlijk niet uit of je hem om half acht, om half negen bekijkt. Ik moet zeggen, ik vind het wel tof om te zien dat er ook gewoon echt die-hard DMG'ers zijn. die er elke dag gewoon weer om half acht zijn om Survival Island te checken. Want Survival Island is nou eenmaal een dagelijkse serie die elke dag om half acht online staat. op mijn gamekanaal, doe maar gamen. Oh my god, jongens en meisjes. Ik heb zo een hout. En dan moet je nagaan dat ik nog niet eens deze helemaal heb laten afbrokkelen. Ik zie er namelijk. Zie ik ook weer een sapling. Waarschijnlijk heb ik er nu weer vier of niet? Nee, ik heb er drie. Ah nee, er heb ik altijd zo'n scheid aan. Als ik ergens een heko heb. Als je mij vraagt in een soort van etiketten: van waar heb jij een heko in Minecraft? Dan zijn het bomen die ik per ongeluk. Dus niet, niet expres, maar dus per ongeluk. Het woord zegt het al. Per ongeluk, dat ik dan zeg maar. Eén stukje hout overlaat in de boom, waardoor dus de boom niet afbrokkelt. Dat zijn van die kleine first world problems. Kijkend naar Minecraft, ik kan me daar echt helemaal boos over maken, gewoon. Ik kan, het is echt zo vervelend als dat. Maar in ieder geval, uh, ik heb nu in ieder geval weer genoeg jungle hout. Dus ik zou zeggen, let's freaking go. Ik uh, ben natuurlijk Job van Do Maar Game en Job van Do Maar Game die kan natuurlijk niet zonder ender pearls. Oh wat? Wat? What the fuck? Waar zat ik nou zojuist in? Wat de? The... Ah. Uh... Oké okay dan! Laat ik mijn tactiek. Oh, what the fuck? De deur is ook gewoon verdwenen. Wat? Dit heb ik serieus nog nooit eerder meegemaakt. Maar dat was echt niet de bedoeling dat ik mezelf letterlijk gewoon in een blokje teleporteerde. Als ik had geweten dat dat mogelijk was. Ja, ik wist natuurlijk eigenlijk wel stiekem dat dat mogelijk was. Maar als ik had geweten dat mij dat nu zou gebeuren, had ik er wel wat beter voor uitgekregen. Maar nou, ja, in ieder geval. Ik wil natuurlijk de boomhutten niet al te groot maken. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat we tien afleveringen bezig zijn met één boomhut. Want voordat je dan uiteindelijk het dorp af hebt, ben je dan al bij aflevering 600 of zo. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dan moet ik zeggen. Dat hoe ik hem nu heb, is hij in principe wel groot genoeg. Toch zou het fijn zijn als ik er nog even twee lagen aan vast maak. Dan weet ik in ieder geval zeker dat ik uh, ja, genoeg ruimte heb voor elke hotelkamer. En het is dus de bedoeling, weet je, het wordt gewoon een hotel. Misschien met een klein zwembadje erin of zo. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk nou, dat het gewoon de nummer één functionaliteit is die ik heb. Gewoon proberen zoveel mogelijk um, ja, neer te zetten als het ware. Dus zoveel mogelijk kamers te maken. Het hoeven voor mij, niet, het hoeft van mij niet, zeg maar, niet per se hele mooie decoratieve kamers te zijn. Gewoon één schilderijtje, één minibar of iets dergelijks. Dergelijks, dat is in principe al wel goed. Um, even kijken. Nou, hij is al pittig groot, moet ik zeggen. Hij is al heel erg groot. Ik zou hem eventueel nog even eentje kunnen uitbreiden naar links toe en eentje naar rechts. En dan is het denk ik wel groot genoeg. Ik kon natuurlijk ook niet overdrijven, want dan hebben we zometeen een enorm groot hotel. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Want zoals ik al zei, we moeten natuurlijk wel ruimte hebben voor ook andere bomen. Ook al moet ik zeggen dat deze zee waarschijnlijk over duizend blokjes nog niet ophoudt. Dus uh, zeer waarschijnlijk, ja, tenminste, ik zie daar natuurlijk wel het vaste land. Maar kijkend naar die kant kan dat waarschijnlijk nog wel een tijdje doorgaan. Dus in principe kunnen wij nog wel een tijdje vooruit met uh, ja, het landschap, als het ware, wat wij voor ons hebben liggen. Ook is dat meer een zeeschap? Oh mijn god, Jop, het leuk. Want je maakt namelijk in plaats van land zeg je zee. Omdat er namelijk heel erg veel zee is in plaats van land. Ik weet het, kijk. Je moet de clue van een grap moet je niet vertellen. Want dan word je niet leuker door. Dat heb ik, geloof ik, de vorige aflevering van Survival Island ook al gezegd. Wat uiteraard gisteren om half acht was. Want nogmaals, Survival Island is een dagelijkse serie. Uh, ga ik het tellen? O of ben ik in een modus van YOLO? Nee, ik tel het wel even voor de zekerheid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oké, okay, 12 van rechts geteld. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oké, okay, dat is heel erg mooi. Uh, voor de rest boeit het me eigenlijk vrij weinig. Ik ben nu eigenlijk al wel weer tevreden. Ik denk dat ik het wil gaan opdelen met deze dingen. Dus wat ik dan eigenlijk het liefst zou willen doen... is dat ik het op de volgende manier doe. Want hier kom je natuurlijk binnen. En dan is het handig als je dit een beetje openlaat. Want hier moet natuurlijk die brug komen. Dus laten we zeggen dat we hier... Wij moeten ook een receptie hebben, by the way. Dus daar moeten we ook even rekening mee houden. Dus laten we zeggen dat we het op deze manier even opdelen. Dus dit is gewoon even, laten we zeggen, kamerrij 1. Want dit, dit wordt ook weer verdeeld in kamers. Dit is als het ware kamerrij 1. Uh, en kamerrij 1, die gaat door tot de met... Even kijken hoe we dat het best kunnen aanpakken. Hier moet dan eigenlijk iets speciaals komen. Hier moeten de kamers komen. Dus hetzelfde geldt voor deze kant. Ik zal jullie zo direct even laten zien wat voor indeling ik momenteel aan het maken ben. Dan zullen jullie waarschijnlijk iets beter begrijpen wat ik aan het doen ben. Dus dan is het hier weer zo. En nu zullen jullie misschien denken van Job, je, plaat letterlijk, uh, je plaatst letterlijk alleen maar van die logs. Wat, wat is nou je hele bedoeling? Wat is nou de bedoeling van het leven in Minecraft? Nou, ik zal het jullie even laten zien. Um, dan wil ik hier. Als je net aankomt, wil ik hier wil ik de balie. Oh, kut. Ik moet natuurlijk wel uitkijken. Zo. <laughs> ik ben echt zo enderpearl vrij eigenlijk. Wat we eigenlijk moeten doen, is dat dan moet ik even goed nadenken over hoe ik dit het beste kan doen, by the way. Want anders zit ik even met een klein probleem. Ik denk dat de receptie gelijk hier moet komen, als ik eerlijk ben. Dat is denk ik het beste. Dat de receptie gewoon hier is. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je hier krijg je de receptie. Dus dan zou je hier zou je eventueel een fansgate kunnen neerzetten. Ik moet sowieso trouwens nog heel even een workbench maken, want Job zijn Survival serie zonder één workbench per aflevering is niet mijn Survival serie. Laten we het daar even op houden. Ik maak echt namelijk veel te veel workbenches, dat is echt insane. Uh, dit is wel een fence gate, toch? Ja, nice. Wat we dan zouden kunnen doen... Dus dan doen we... Dat is totaal niet de bedoeling wat ik zojuist deed. Dan doen we dit, inderdaad. En trapdoors, die zouden er in principe ook wel goed bij passen. Ik bedoel, nu we toch bezig zijn... Kunnen we dan het beste gelijk goed doen. Even kijken. Hoppakee. Nice. Dan plaats ik die ook nog even hier. Uh, zo. Wat dan een beetje de bedoeling is... Is dat je eigenlijk... Hier heb je een receptie. Zodra jij toegelaten wordt door de receptie... Dan kom je hier. En hier zijn dan alle kamers. Alleen het probleem is... Hier moet dan ook iets komen. Ik zit eraan te denken om hier dan een soort van maintenance room te gaan maken. Dus min of meer een kamer waar bijvoorbeeld de, de voedselvoorraad is. Want ik neem aan dat je natuurlijk de gasten in een hotel ook, op, ook wel moet voorzien van eten. Anders is het een klein beetje een zuigend hotel als het ware. Dus vandaar. Maar hier is dus de receptie. En dan moet ik heel even kijken, want ik heb namelijk weer meer junglehout nodig. Dat zie ik nu al wel. Uh, we zouden ook kunnen zeggen dat we hier kunnen we niks mee maken, ofwel. wel. Nee, hier kunnen we niks mee maken. Dat is een beetje jammer. Dan hadden we dat wat eerder moeten bedenken. Maar uh, in principe. Ziet dit er al best wel goed uit? Dit is dus eigenlijk min of meer de receptie. Uh, glas kan mij daar wel bij helpen, in principe. Um, ja, je zou dit kunnen doen. En dan dat je hier gewoon hout doet. Is dat een beetje receptieachtig? Ja, in principe zou dat best kunnen. Dat je gewoon hier zo er doorheen kan kijken, weet je wel. Ik, ik vind het jammer dat je geen glass slaps kan maken. Dus als het ware gewoon wat jullie hier zien van Junglewood. Maar dan zeg maar in glas. Dat zou in principe wel heel erg chill zijn. Maar dat kan niet, denk ik. Um, maar nee, dit, dit is wel goed. Je komt hier. Hier zijn dan allemaal verschillende soorten kamers: Kamer 1 tot en met 5. En kamer uh, 5 tot en met. Of kamer 1 tot en met 5. En kamer 5 tot en met 10 bijvoorbeeld. Of nou, nee, dan kun je eigenlijk beter zo: Kamer 1 tot en met 5. En 5 tot en met 10. Dat ziet er wat logischer uit. Dan loop je namelijk als het ware een beetje zo. En hier komen dus allemaal kamers. En hebben we hier hebben we nog een, een, een extra large kamer. We kunnen ook zeggen, ja, dat is ook wel een leuk idee. Dan kunnen we zeggen dat dit een soort van de, de VIP lounge is. Voor de mensen die extra veel betalen. Dus eigenlijk een soort van lounge die achter, of die voor de receptie zit. Dus dat, is, dat is dan, zeg maar, zo van hé, hey, mijn naam is weet ik veel, uh, Henk Jongen de Vierde. En ik ben zo speciaal dat ik voor de receptie mag zitten in mijn extra grote lounge. Dat is in principe best wel vet. Dus dat zouden we kunnen doen. Dat we hier dan zeg maar een soort van de VIP-kamer maken. Hier zouden we dan ook een VIP-kamer kunnen maken. En hier komen dan gewoon alle wat ja, minder luxere kamers. Dus eigenlijk gewoon een beetje de motelkamers. Die je gewoon heel makkelijk kan afhuren. En die niet veel kosten. Dat is eigenlijk een beetje momenteel mijn hele idee. En ik teleporteerde me. What the fuck is happening? Ik zit letterlijk gewoon. Wow. Ik zit letterlijk gewoon met mijn hoofd vast in een jungle slap. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik hoop daarentegen wel dat daar verderop nog heel even wat van die jungle slaps liggen. Dat kip, jongens en meisjes, de saturation daarvan is echt gewoon... Oh ja, li nice, het ligt er nog één. Als ik jullie wat mag aanraden, raad ik jullie echt aan om zoveel mogelijk steek mee te nemen in Minecraft. Want de saturation van kip is namelijk erg laag. En dat kan echt heel erg vervelend zijn. Want ja, het is niet erg laag. Ik moet zeggen, de saturation van koekjes en de saturation van meloen, kijk, dat is erg laag. Maar de saturation van jungle of van... Van jungle wow. Ja, ja, laten we even lekker met z'n allen jungle bomen gaan eten. Nee, maar de seduction kip is in principe een beetje half. En ik heb ook geen idee waarom het nu in één keer roast chicken heet. In plaats van uh, cooked chicken. Op een of andere manier veranderen ze die namen elke keer weer. Hoppakee. Oh, kut. Oh, nice. Nou, ik, ik wou eerst kut zeggen dat ik namelijk dacht dat ik mezelf veel te ver zou teleporteren. Maar uh, schijnbaar viel het in principe nog wel mee. Maar ik ga dus zo even kijken of ik deze boom kan gaan omhakken. Dan hebben we namelijk denk ik wel genoeg jungle logs om de indeling mee af te maken. Want we moeten natuurlijk nog de indeling maken van al die kamers. Want we hebben nu eigenlijk gewoon een beetje de iets. Ja, laten we het houden op een ruige schets. We hebben nu een ruige schets. En die ruige schets, die moet natuurlijk nog een beetje uitgewerkt worden. Zo kunnen jullie het eigenlijk wel zien. En dat gaan we dus even doen met de jungle uh, logs die we momenteel aan het weghakken zijn. En dan hoop ik dat het wat gaat worden. Ik denk eigenlijk zelf van wel. Want ja weet je. Ik moet zeggen, ik heb nog niet eerder echt een hotel gemaakt of iets dergelijks. Maar ik heb het idee dat we wel een heel eind komen. Uh, nou, ik heb, ik heb wel, geloof ik, eerder een hotel gemaakt. Ik geloof dat ik dat erboven heb gedaan in mijn eigen huis, of niet? Oh nee, laat maar. Dat was geen hotel. Maar dat was een, um, een restaurant, heb ik ooit proberen te maken. Met de nadruk op proberen. Of het namelijk gelukt is, dat. Uh, ja, daar zullen de meningen waarschijnlijk wel over verdeeld zijn. Maar in ieder geval, ik heb ook maar gewoon mijn best gedaan op dat moment. Ik moet zeggen, in het begin bouwde ik bijna alles in mijn huis zelf. Dus als ik dan het idee had van, hé, hey, laat ik een hotel maken, bouwde ik dat vrijwel altijd in mijn huis zelf. Totdat ik er uiteindelijk achter kan dat het misschien ook wel leuk was om wat meer individuele dingen te gaan bouwen. Zoals bijvoorbeeld een individueel hotel, een individuele bomen. Het is eigenlijk gewoon dat niet alles gekoppeld is aan je huis. Want anders ben je namelijk een halve aflevering bezig met het uh, belopen van traptreden om bij de juiste kamer te komen. En dat is natuurlijk niet heel erg mooi. Hé, hey, fuck jou! Oh, ik wil eigenlijk naar beneden springen. Maar het lijkt me handig als we eerst even het, uh, het houthakgedeelte afmaken. Want ik heb namelijk geen zin om zo meteen weer in die boom te moeten gaan beklimmen. Als ik, dan mag mijn tweede naam wel Job Tarzan van Graforst zijn. Maar dat, dat. Ja, nou eigenlijk is mijn tweede naam helemaal niet Tarzan. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik bedoel, voor het idee, voor het scenario waar wij ons in bevinden, is dat wel leuk dat ik dat zo zeg. Um, oh, ik heb precies twee stacks of niet? Er is waarschijnlijk ook wat naar beneden gevallen. Dus waarschijnlijk loop ik nu een beetje mis. Ben ik lui? Of nou ben ik lui, nou niet zozeer lui, maar heb ik er zin in om wat enderpearls te gaan pakken? Ja, ik heb er zin in om wat enderpearls te gaan pakken, want ik ben namelijk Job de Enderpearl man die heel goed, eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed, maar dat maakt hem niet uit, die niet al te best met enderpearls omgaan kan. En dat is totaal geen Nederlandse zin, maar dat maakt het enigszins ook wel weer leuk. Zoals jullie kunnen zien, daar staat een heel erg mooi logo van Wol, namelijk Doe maar gamen. game, en dat heb ik een tijdje geleden gemaakt. Ik ben er best wel heel erg trots op, ook zeg ik het zelf, ja, heel erg trots als een beetje groots gesproken, maar ik vind hem goed gelukt. Dat was in de periode toen ik heel erg keelpijn had, kan ik me nog, uh, kan ik me nog bedenken. Dat was, geloof ik, in de meivakantie. Nee, niet in de meivakantie. Dat was in de herfstvakantie. En ik hoop niet dat ik, zo, dat ik nu iets heel doms zeg. Want ik ben daar altijd nooit goed in, weet je. Het onthouden van welke vakantie welke vakantie nou is, daar ben ik echt slecht in. Het enige wat ik wel zeker weet, is de zomervakantie. Voor de mensen die denken, waarom? Omdat de zomervakantie namelijk motherfucking zes tot acht weken, weken. Sommige scholen hebben zes weken. Sommige scholen hebben zeven weken. Sommige scholen hebben acht weken. ik heb, geloof ik, zeven weken zomervakantie gehad, voor zover ik mij nog kan heugen. En dat, dat, dat lijkt lang, geloof me. Zeven weken, het klinkt lang. Maar dat valt heel erg mee. Ik bedoel, het is echt zo voorbij. Je bent gewoon lekker aan het doen wat je leuk vindt. Um, ja, een beetje slapen, een beetje vap. Ik bedoel, YouTube-filmpjes maken. Oh, dat doet mij denken aan die video die ik laatst heb gemaakt. Van JobVlog, namelijk het leven van een YouTuber. Dat was een paar, die video. Alles wat in die video um, ja, eigenlijk gezien wordt. Oh, mijn god, hebben we het weer hoor. Heb, ga ik het proberen? Oké, okay, dan. Dat is best kut. Alles wat jullie in die video zien op Jobvlog, dat zijn eigenlijk gewoon, ja, grapjes. Dat is dus niet gebaseerd op werkelijkheid. Dat is ook wel iets wat die video enigszins ook weer grappig maakt. Als dus jullie benieuwd zijn naar die video, check dan even youtube.com slash jobvlogt. j o b -V l o g t En misschien vinden jullie die video wel hartstikke leuk. En zijn jullie, uh, ja, benieuwd naar welke video's er nog meer gaan komen. Aankomende zaterdag gaat er namelijk ook weer een toffe video online komen. Ook al zeg ik het zelf. Maar voor de rest... Ja, ik ben een beetje verkouden. Heel klein beetje, maar het valt gelukkig mee. En het is niet echt verkouden. Het is gewoon dat je veel praat en dan zeg maar, niet de mogelijkheid krijgt. Oeh, kijk. We gaan even daar Het ziet er al best wel vet uit. En het is een beetje raar dat je zeg maar een bijna afgemaakte receptie hebt. En dan letterlijk dat de rest gewoon totaal niet afgemaakt is. Dat is zeg maar wel iets wat er nog een klein beetje raar uitziet. Maar erg is dat zeker weten niet. Um, nou ja, dit, dit moet dus zo. Het is alsnog niet een hele grote kamer, by the way. Dat valt heel erg mee. Hoppakee. Dit is de reden waarom ik heel erg veel van die jungle logs nodig heb. Omdat ik het namelijk op deze manier wil doen. Uh, zo, even kijken. Hoe kan ik dit nog meer doen? Oh, dit is natuurlijk de... Uh, even kijken. Dit is de kamer achter de receptie. En hier worden de hotel... De iets minder dure hotelkamers ingedeeld. Ik kan hem nog een keer door de midden doen. Alleen dan is hij niet meer symmetrisch. Oh, dat is een moeilijke keuze. Ik zou... Gewoon zo kunnen doen. Ik zou dat kunnen doen. Zo. Als ik het op deze manier zou doen... Heb je wel een iets dikkere... Ja, hoe noem je dat? Een iets dikkere muur uh, eigenlijk. Alleen toch heb je dan meer kamers. Misschien is dat nog wat chill ook. Want als je dan. Zo'n kamer is groot genoeg namelijk. Het klinkt misschien raar. Maar zo'n kamer is echt, echt groot genoeg. Uh, komt het wel uit daarentegen? Nee, het komt niet uit. Oké, okay, dat is best kut. Dan zullen we hem of eentje kleiner moeten maken. Of eentje groter. Ja, of we doen gewoon dit. Dan komt hij wel uit. Of niet? Hij moet drie. Nee, dan komt hij nog niet uit. Dan is het helemaal weird as fuck. Dan kunnen we dit beter even laten voor wat het is. Um, ja, hoe gaan we dat aanpakken? We zouden kunnen zeggen dat dit ook een iets luxere kamer is. Maar ik twijfel er een beetje over. Anders maken we ze gewoon allebei nog eentje groter. Dat zou toch wel kunnen? Als we het nou gewoon zo doen. Dan heb je vier. En dan 2, 3, 4. En dan 1, 2, 3, 4. Ja, dat kan. Oké, okay, dat vind ik in principe ook wel goed. Dan heb je alsnog heb je dan 6 kamers per. Dat is best wel goed. Dan heb je namelijk in totaal 12 hotelkamers. Nou, dat is natuurlijk niet optimaal. Ik bedoel, een hotel heeft meestal wel wat meer hotelkamers. Maar ik bedoel, het blijft Minecraft. Ik heb ook zin om 20 afleveringen alleen maar bezig te zijn met het maken van hotelkamers. Dus vandaar houden we het even lekker op 12, of eigenlijk 14 hotelkamers. Want die VIP-lounges zijn natuurlijk ook gewoon hotelkamers. Uh, hoe hebben we dat nou eens juist aangepakt daar? Oh, we hebben hem natuurlijk door de helft gedeeld, hè? Eerst moet ik dit even afmaken. We hebben alsnog meer junglehout nodig. Het is echt ongelooflijk hoe snel dat er wel niet doorheen gaat op deze manier. Hoppakee. Maar ik moet zeggen, jongens en meisjes, dan hebben we ook wel wat. Dan hebben we ook wel wat. Ik zie hier trouwens nog heel veel hout liggen. Ik ga zo op de wat steek regelen, hoor, jongens en meisjes. Ik kan er echt niet tegen als ik om de zoveel tijd moet eten in Minecraft dan. Hè? Ik vind het echt scheidirritant. Helemaal wanneer je dan elke keer hetzelfde moet eten. Ik bedoel, stel voor. Je zou, de, je zou de mogelijkheid hebben om gewoon datgene te proeven wat je in Minecraft eet. En dan eet je gewoon per aflevering gewoon fucking 40 kippenpauwtjes of iets dergelijks. Dat is best wel insane als je er zo over nadenkt. Uh, let's see. Oké, okay, we moeten dan dus gewoon door de helft doen. Dat is dus gewoon dit. Zo. Nou, ik, ik moet zeggen, jongens en meisjes, we zijn deze aflevering al echt een heel eind gekomen met het hotel. We hebben namelijk de indeling hebben we een beetje gedaan. Nu moeten jullie natuurlijk nog bedenken dat dit ook allemaal nog omhoog gezet moet worden. Maar dat ga ik uiteraard niet doen met jungle logs. Dat ga ik gewoon doen met jungle hout. Uh, dat is niet wat ik wil zeggen. Dat ga ik gewoon doen met jungle hout. En misschien kan ik opscreen nog een klein beetje hout verzouwen. Daar moet ik even over nadenken. Maar dit is dus gewoon lekker. Waar we hebben de volgende aflevering mee verder gaan. En dan hoop ik dat wij de volgende aflevering gewoon. Uh, ja, lekker, lekker veel dingen nog kunnen doen. En dan kwam ze juist het pop in beeld. Vandaar dat ik heel even naar mijn startscherm ging. Jongens en meisjes, vonden jullie deze video leuk? Vonden jullie deze video een blauw duimpje waard? Dan kunnen jullie natuurlijk even een blauw duimpje achterlaten. Hieronder aan de video. Abonneren is natuurlijk ook mogelijk door even op die abonneerknop te drukken. Om altijd op de hoogte te blijven. Van alles wat ik doe. Rondom mijn game. Gamen. Zul ik kan Zullen we naar beneden gaan? Ja, ik moet sowieso naar beneden. Want ik moet namelijk de volgende aflevering de hout gaan verzamelen. Voor de rest, als jullie geïnteresseerd zijn in nog meer video's van mij, dan kunnen jullie even de bovenste links in de beschrijving checken. En voor de rest, als jullie nog leuke ideeën hebben voor dingen die jullie mij willen zien doen of dingen die jullie mij willen zien bouwen, dan kunnen jullie dat hier beneden in de reacties laten weten met daarachter hashtag objective. Uh, dat schrijf je als volgt. O-B- -E J-E-C-T-I-V-E -E. Hashtag Objective En als ik het dan een leuk idee vind, dan kan ik het eventueel gaan uitvoeren En dan maak jij ook nog eens kans om met jouw naam op de wall of fame te komen Waar ik nu ook naartoe loop, want ik vergeet het soms hoor Om iemand op de wall of fame te zetten Tenminste, ik vergeet het niet dat ik het niet doe, maar dan vergeet ik het en dan denk ik aan het einde van de aflevering, van, ik, mis, ik mis iets Net zoals dat je bijvoorbeeld naar school gaat en je hebt je mobiele telefoon vergeten Dat is ook zo echt zo'n kut gevoel als je er zo over nadenkt Thomas Gijzen Gefeliciteerd met jouw plekje op de wall fame. Hopelijk blijf je nog lang genieten van Survival Island. En ben je er morgen om half acht ook weer bij om de nieuwe aflevering te bekijken. En de persoon die hierin gaat komen, dat is Ziemerolle. Vond ik wel een leuke kanaalnaam. En uh, nou ja, bij deze, die staat er ook. Niet alleen door zijn kanaalnaam hoor. Ook om, gewoon omdat hij een leuke reactie heeft achtergelaten. Dus heb je nog een leuk idee? Nogmaals, voor dingen die ik moet gaan doen of bouwen. Laat het vooral even weten in de reacties. Met hashtag objective. En dat schrijf je... Oh shit, wat heb ik nou weer gedaan? En dat schrijf je dus op, uh, op deze manier. Dus bij deze. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En tot morgen om half acht bij een nieuwe Survival Island video. Later mensen.